Hey, hallo, Corinne hier. Vandaag ga ik een kaart maken, een hele eenvoudige, daar heb je geen stansmachine voor nodig. En natuurlijk weer met de mooie materialen van Studio Light. Er komt deze maand een nieuwe lijn uit, de Lovely Moments. En daar zat dit scrapvel in. Het A4-vel, sorry. Scrapvellen zijn natuurlijk die hele grote. Maar ik vond die roos zo mooi. En weet je. Je kan dit papier gaan gebruiken en dan vind ik het altijd zo zonde dat je dan die mooie bloemen, die grote bloemen kapot maakt. Ja, soms is het niet anders. Maar ik vond deze gewoon heel erg mooi. Op de achterkant is die zo. Vind ik hem ook mooi, maar dan zou ik hem echt werkelijk als achtergrondvel gebruiken. Maar ik dacht, weet je wat? Dit is al zo'n mooie bloem, dan heb je eigenlijk al heel weinig nodig. Ik ben natuurlijk al even van tevoren begonnen, want het was gisteren ontzettend heet buiten, maar vandaag is het binnen nog heet. Dus ik heb alles alvast even uitgesneden. Ik denk dat scheelt dan weer iets, dan wordt het niet zo'n ellenlange film. De roos heb ik gesneden op 11 bij 15 centimeter. Gewoon even mikken wat je het mooiste gedeelte vindt. Nou, deze maak ik 4 mm breder. Dus ik kan deze twee alvast aan elkaar gaan maken. En dat gaan we dan dus ook maar even doen. Ik hoop dat mijn lijmtubetje doet. Nou, jullie horen wel een beetje achtergrondgeluiden waarschijnlijk, want mijn raam staat open. Ik zit voor het open raam. Want anders is het echt niet te doen. Het was hier gewoon gisteren 37 graden, hè? En dat voor Nederland. En dat is op zich niet erg als je helemaal niks hoeft te doen. En je kan ergens verkoeling vinden. Maar als huismoeder heb je eigenlijk altijd wel wat te doen. En dan kun je je wel aanpassen natuurlijk hoor. Want ik ben wel heel simpel. Ik ga natuurlijk niet lopen soppen. Het enige wat ik ooit wel eens gedaan heb, toen was het ook zo warm. En dat vond ik eigenlijk wel een hele goeie. Toen ben ik de vriezer uit gaan poetsen. En de koelkast. Dan doe je de deur open en dan verkoel je vanzelf. Ik heb ook een vervelende kikker in mijn keel, maar goed, dat gaat wel over. Nou, dit is eigenlijk je basis al. Wat we nog meer hebben gekregen, is allerlei soorten washi tape. Ik heb hier nog een dichtdoosje en dan staat daarop: Get stuff done, good luck, you're the best. Do what makes you happy, it's a beautiful day. Be creative every day. Happy birthday together, celebrate wishing you the best. Dan nou kan je natuurlijk die woordjes gewoon losmaken van elkaar. Dus je kan stukjes afsnijden. Want als je hier nou wishing you, en hier zit happy birthday. Dan kan je er gewoon zelf je tekst van maken. Dat ga ik natuurlijk niet doen. En ik ga nu iets doen, dat heb ik nog niet gedaan, maar waar erger ik mezelf altijd aan? Ik beef natuurlijk, dat weten jullie. En als ik de washi tape gebruik, dan moet je die rechtaf knippen. En ik krijg het gewoon iedere keer niet voor elkaar. Wat was nou mijn gedachte? Ik ga het gewoon op een stuk zwart karton doen. Want je kan washi tape natuurlijk niet snijden. In je snijmachine. Maar ik dacht, als ik hem nou even een stukje korter, anders dan kunnen we het volgende stukje tekst niet gebruiken. Als ik hem nou eens gewoon op een stukje zwart papier doe. Nou, we gaan het testen of dat hem wordt. En dan snijden we gewoon eraf wat we niet moeten hebben. En dan ga ik even mikken, want dat is natuurlijk weer het gevaar, je ziet het niet. En ik heb nu ook niet echt een maat. Maar hoppakee, we zien het wel. Goed gemikt, Ko. Val nog niet tegen. Nou, dit ga ik dus dadelijk even bekijken, want ik denk, nou ja, bekijken, nee, ik weet het eigenlijk al wel. Ik heb een kaart in mijn gedachten. En ik hoop dat hij dus zo wordt. En dan is hij heel simpel om te maken.
Want je hebt dus je standmachine niet nodig. En ik dacht, ja, niet iedereen heeft de standmachine. En dan is het misschien ook wel eens leuk om het op deze manier te gaan doen. Zoals ik hem in mijn gedachten heb. We zijn al gewoon bijna klaar, hè? Want ik heb nog een stuk vellum. En vellum moet je altijd net ietsje langer maken als dat je wilt gebruiken. En dan ga ik je zo uitleggen waarom. Want vellum is natuurlijk heel erg lastig om vast te plakken. 9 van de 10 keer zie je dat. Nou is er wel bepaalde lijm. Volgens mij dat grijzige prit. Ik vroeger wel eens gebruikt. Maar ja, dat heb ik niet meer in mijn bezit. Wat ga ik nou doen? Ik ga hem gewoon scheuren. Want ik vind hem recht. Dan wordt het wel een heel rechtvaardig kaartje. Dus we scheuren er even een mooi randje langs. En hij moet ook niet te breed. Maar wel dat het net in zicht is. Je kan het toch altijd nog bij. Nee, verder afscheuren. Bijscheuren lukt natuurlijk niet. Maar weet je wat bij mij altijd is als het dan zo warm is? Ik wil gewoon hobbyen. Dat heb ik nou gisteren gedaan. Degenen die mij op Facebook hebben, die zullen het wel gezien hebben. Ik had 2 grote torens voor mijn inktpads. En ik had meer inktpads als dat ik ruimte had. Dus toen had ik zoiets van, ja, wat gaan we daar nou voor oplossing voor verzinnen? En toen was mijn vader van de week hier. Hij zei, ja, maar je kan ook gewoon die 2 verlengen. Dus tussen de 2 torens in, je zet ze klem naast elkaar, kun je gewoon weer plankjes maken. En dan heb ik in plaats van 2 rijen, 3 rijen. Die heb ik gisteren lekker geverfd en opgepimpt. Want als het echt 37 graden is, ga je niet echt zitten knutselen. Want dat is gewoon niet te doen. Je papier wordt gewoon hartstikke vet. Bij mij dan, hè. Kijk, en ik ben nog niet in het gelukkige bezit dat ik hier een airco heb. Dat dan weer niet. Over 3 weken heb ik wel een airco. Dan zit ik in mijn caravan. En die heeft gelukkig wel een airco. Want om nou 3 weken lang 's nachts te moeten slapen met 25 graden of nog meer. Ja, dat is niet te doen. Dus daar zat geluk. Dat was een optie die erop zat. En we hadden bepaalde opties toen we de caravan gingen uitzoeken. Er moet gewoon een airco in. En ja, nog een paar dingen. Ik had gewoon een hele simpele optie. Ik wil die kleur. Ik wil dat ik een gezellig tweede huisje heb. Nou ja. Dat hebben we. Hopla. Nou, dan hebben we een bannetje. En dan ga ik jullie dus laten zien wat dus de bedoeling is. Ik ga even kijken wat ik wil. Of dat ik hem de grovere. Het maakt in principe niet zoveel uit. Maar ik ga hem zo doen. Nou, wat doe je? Omdat hij dus langer is, kun je hem dadelijk omvouwen. Wat ga ik doen? Ik ga hem eerst even voorzien van een beetje tape. En omdat je hem eronder liggende hebt, weet je ongeveer waar je hem wil hebben. Nog een keer erop. Ik zal dadelijk het scrapnummer nog even, of het nummer nog even noemen van de. Nou, en dan is het wel leuk. Zo. Zie je wat ik doe? Ik vouw hem gewoon om. Probeer dat altijd een beetje strak te doen. En dan zit hij daar vast. En hier zit hij vast. Nou, dan kan er geen kant op. En je hebt toch vellum en je hebt nergens iets waar het in het zicht zit. Geen lijmvlekken. Nou, top toch? Dan gaat deze. En die doe ik even met foamtape. Kleine stukjes. Want dan zit hij er nog ietsje verhoogd op. Dan heb je nog iets of wat diepte erop. En eigenlijk, hè, kan je deze kaartje, kan hem voor een. Ik heb dus gekozen It's a Beautiful Day.
Het is gewoon een mooie roos. Maar je kan hem ook voor sterkte gebruiken, voor beterschap. Of gewoon simpel voor verjaardag. Het is ja, gewoon een mooi stuk papier. Ja, dit is te groot. Ik plak het maar even op mijn machine. Nee, dan pak ik liever de smallere. Die is wel erg smal misschien. Maar die andere komt er waarschijnlijk net van buiten. En dat vind ik ook niet mooi. Ga ik hier nog even mee wachten. Ik ga eerst even deze vastplakken. Oh, hij zit natuurlijk vastgeplakt in mijn dingen. In mijn, Even wat tape. Je kan het met tape, je kan het met lijm. Maakt niet uit. Ik gebruik beide. Ik gebruik eigenlijk maar net waar ik zin in heb. En wat er vlakbij voor de pak ligt. Dus... Dan zijn we er gewoon bijna alweer. Gisteren hebben ze hier van die waterspeeldagen georganiseerd. Nou, die hebben het echt wel getroffen hoor. Hele grote springkussen stonden er op de haven. Met water natuurlijk allemaal. Nou, die kinderen hebben heel de dag lekker in het water kunnen liggen. Kijk, je, als organisatie moet je dat gewoon treffen. Nou. Even ietsje. Want voor hetzelfde geld regent het die dag, hè? En dat zou natuurlijk wel heel zonde zijn. Ik heb het idee dat hij net iets... Hij zit scheef. En dat gaan we echt niet doen. Terug. En dat is omdat je nog lijm erbij gebruikt. Dan kan je nog even terug. Dat komt omdat ik gewoon, ondanks ook dat ik natuurlijk beef, maar ik ben ook niet zo gelukkig met de breedte. Ik heb het idee dat het gewoon allemaal een beetje scheef zit. Maar dit zit recht. En dat kan eigenlijk niet, want ik heb het allemaal netjes uitgesneden. Goed. Komt denk ik doordat dit hier zit. Dit zit natuurlijk niet echt super strak, mijn vellum. Gaan we wel even verbloemen. Want dan gaan we de focus op dit leggen. Even kijken hoor. Ja, die ga ik gewoon van de zijkant vandaan laten vallen. En dan ga ik nog even kijken of ik nog een paar leuke steentjes heb. Want ik heb geen groen. Groene drops. Ik heb ook geen witte drops. Ik ben de drops maar eens aan het sparen. Want die zijn ook gewoon hartstikke leuk. Nou. Dit is hem bijna al. Even kijken, want ik heb hier steentjes. Maar ik weet niet of dat daar iets in het groen. Vast wel. Maar dan ben ik weer zo eigenwijs en vind ik dat waarschijnlijk weer te fel. En roze is niet mooi. Dus ik denk dat we gewoon terugvallen op... Of helemaal niks. Kan ook nog hoor. Niks is zo veranderlijk als het weer, hè. Het weer is nou wel heel erg veranderlijk. Want het is vandaag, sinds het gisteren 37, wordt het vandaag 21. En morgen geloof ik 19. Ja, gewoon deze witjes, dat is het mooiste. Dat bewaart rust. En het is een vrij rustige kaart, dus je moet het ook gewoon een beetje rustig houden. Ik ga eens even kijken, ik pak er niet al te veel. En wat grotere. Die daar.
Nee, die grote zat hier. Oh ja, ze plakken natuurlijk vast en dat is ook de bedoeling. Ik wil even een beetje met de maten spelen. Het is misschien toch wel handiger dat ik dat vellum wel vastplak hier onder die dingen. Dan kan je natuurlijk zo mikken. Even vasthouden. Anders zit het nog wel erg te springen. Dat vind ik nou ook niet echt de bedoeling. Maar nou, omdat je hier iets overheen plakt, kan je dat natuurlijk zo doen. En dan kom ik ook beter uit met mijn steentjes. Dit komt natuurlijk niet zo nauw. Je plakt waar je het hebben wil. Ik ben er gewoon stil van, hè? Ja. Dit is zo lekker rustgevend om te doen. Je wordt je mens zo lekker rustig van. Mensen die niet hobbyen, die snappen dat denk ik niet. Maar nou, ik snap die mensen niet. Je moet toch iets doen? Ik doe maar. Mijn man zijn hobby is bijvoorbeeld planten kweken en tuinieren. En moet ik ook wel zeggen, ik ben natuurlijk wel. Ik kom uit een gezin waar ontzettend veel gehobbyd wordt. Ik bedoel, er was niks vreemds in huis eigenlijk. Weven, kantklossen, spinnen, breien, haken, naaien, borduren. Modelbouw. Kaarten maken. Weven. Heb ik misschien al gezegd, ik weet het niet eens. Maar eigenlijk alles wat je van handwerken kunt verzinnen, dat werd er bij ons in huis gedaan. Dus ik ben het met de paplepel ingegoten. Nou, ik vind hem gewoon zo mooi. Zo zat hij ook in mijn gedachten. En zo zie je dat je eigenlijk met een scrapvel, een rolletje washi-tape, twee kleurtjes papier en een stukje vellum en een paar kleine pareltjes, heb je een hele mooie kaart. En het. Ja, waar ben je mee bezig? Hoe lang ben je bezig? 10 minuten, kwartiertje? Dus het verzinnen is eigenlijk het meeste werk. En dat heb ik gedaan voor jullie. Dus het handige is, hup, maak even de maten. En je bent ermee klaar. Ik wens jullie allemaal een hele fijne zondag. Geniet ervan. Het is lekker een beetje afgekoeld. Dus je kunt eindelijk weer een beetje rommelen. En tot de volgende film. Doei doei!